Dit is het fotoboek. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we dinsdag. Gisteren heb ik gehoord dat Celine Marke en Elisa Tomme, waarmee ik samen een meeting heb gedaan hier in Ieper, de winnaars zijn van de Talent Week van de Creator Network. Dus een heel erg dikke proficiat aan hen. En nu ga ik ontbijten. Goedemorgen. Het is nu 8:22 en ik ben door de drukte langs de schoolkinderen gereden. Om uit mijn huis naar mijn werk te rijden, moet ik namelijk een school passeren en dat is niet altijd even handig. Om 8:15 's morgens. Nu sta ik hier bij het tankstation en hier is er ook volk. Dus hopelijk gaat dat hier een beetje vlot vooruit, zodat ik toch op tijd op mijn werk kom vandaag. Vandaag moet ik namelijk iets vroeger zijn op mijn werk om een vergadering klaar te zetten. Dus let's hope. De eerste persoon voor mij is klaar. Er staat dan nog iemand voor mij, dus het moet wel lukken. Oké, het zal lukken. Ik vind dit hemdje echt thuis zo leuk. Is dus van H&M. En nu ga ik best stoppen met vloggen, want ja, ik sta nu ongeveer voor de tankpomp en anders valt dat al heel hard op. Doei! Tijd om te eten! Wrap. Veggie wrap van Lucy en Ieper. Hallo! Het is nu 1:30 ongeveer, 2:40 ongeveer bijna. Ik zit in mijn auto. Want ik ga rondrijden met flyers voor ons festival in het groen, Busk. Vindt plaats op 14 september. Dus als deze vlog vroeger online komt, kom zeker af. Het is gewoon in de Palingbeek en helemaal gratis. Mijn nieuwe bril is trouwens toegekomen van IJs en Tijd, maar vanavond vertel ik jullie meer daarover. Nu moet ik heel dringend vertrekken. Want ik moet heel wat scholen doen voor 4:00. Hallo, het is nu 5:00. Ik ben heel eventjes gestopt, maar een minuutje of 3, 4 hier in mijn appartement. En nu ga ik terug verder aan de slag voor mijn werk. Ik moet nog naar de Veritas en naar de HEMA achter een paar dingetjes. Dus dat gaan we nu gaan doen. En daarna gaan we gaan zwemmen. En dan zie ik jullie terug. Net zwommen in het zwembad, maar een half uur of zo of 3 kwartier. En nu ga ik nog een paar Pokémon's vangen hier aan de Menepoort. Wacht, we zien hem. Daar. Ik heb ook niet meer zo heel veel batterij, dus het gaan er maar een paar worden. Hallo, het is nu 7:00. Ik ga eten maken. Straks praat ik jullie sowieso bij over van alles en nog wat. Hey, ik wil het met jullie nog hebben over van alles en nog wat. Allereerst, als ik zo stom deze morgen in de plaats van 95 van de benzine te halen of van de diesel, ik weet niet wat dat is eigenlijk. Ik ben een vrouw. In de plaats van de 95 dat ik normaal haal, heb ik nu de 98 gehaald en die is duurder en volgens mij is het niet slecht dat die eruit zit, maar ook niet zo prima. Oké, goed verhaal voor me.
Waar kan ik jullie neerzetten dat ik toch hoe je licht heb? Wacht. Ik weet niet waar ik jullie moet neerzetten. Maar vandaag is dus mijn nieuwe bril toegekomen van Ace & Tate. Dit is deze bril. Hopelijk staat dat hierop. Welk model dat juist is. Ja, dit is de Nina in de kleur Rosewood. Ik heb die dus donderdag besteld in Gent. Linkje van die vlog even zie je hieronder. En die is vandaag toegekomen. Hij heeft een blue filter erin. Die ervoor zorgt dat schermen mij overdag minder storen. Zodat ik beter slaap en minder hoofdpijn heb. Terwijl ik eigenlijk vandaag wel heel de tijd een beetje last heb sinds ik hem op heb. Maar misschien moet mijn ogen aan de sterkte van mijn bril wennen. Want hij heeft dezelfde sterkte als mijn zonnebril. Maar een heel andere sterkte. Maar hij is sterker dan mijn bril die ik daarvoor had. Dit was mijn bril trouwens daarvoor. Deze kwam van mijn Porteman hier in Ieper. Maar momenteel zijn er heel veel krasjes en ik was trouwens wel heel erg content met deze bril. Daarom misschien dat ik voor ongeveer hetzelfde model ben gegaan. Oeh, mijn bril is al veel. Oké. Daarom dat ik bijna voor hetzelfde model ben gegaan bij Ace & Tate. En daar was ik echt heel blij mee. Ik heb nog iets gehaald vandaag. Namelijk dit pakje. Oké, ja, ik mag de voorkant tonen, maar mijn adres staat er niet op. Dit is mijn fotoboek die ik gemaakt heb bij Kruidvat. En ik ga hem nu laten zien. Allee, toch niet volledig, want er staan heel veel familiefoto's in en zo. Maar ik ga er wel een aantal laten zien. Oké. Mijn pakje is gevallen. Ik heb dat misschien niet duidelijk gezegd, maar deze namiddag had ik een slaatje van Low C. Ik leg ze ook even hieronder. Het was een veggie wrap. Dat was super lekker, by the way. En ik was trouwens niet zo heel erg blij toen ik vanavond thuis kwam. Ik had namelijk een briefje in de bus dat ze morgen aan het drinkwater werken. En ik heb geen gewoon water in huis. Ik heb enkel kraantjes water om te drinken. Ik heb ook niks anders van drank in huis. Want ja, mijn melk is op. En mijn fruitsapjes die ik hier nog staan had van de familiedag zijn ook op. En ik ben morgen de hele dag thuis. Dus ik ga ergens een fles water moeten gaan vullen. Dit is het fotoboek. Op de achterkant staat er een foto van mijn gezin, maar aan de voorkant staat er een foto die ik heb gemaakt in Stockholm, denk ik. Ik ga nu een paar pagina's laten zien die ik kan tonen. Ik ga jullie toch gewoon eventjes hier zetten op de kast. De lichte bron komt van achter mij, maar ja. Voilà, dit zijn enkele foto's die ik kan tonen. Wacht, ik ga ze misschien anders tonen. Momentje. Voilà. Dit is de tijd van mijn reis naar Kopenhagen. Alle reisvlogs die op mijn kanaal staan, link ik hieronder in een afspeellijstje. Oslo, Parijs, Roemenië, Sevilla, Stockholm, Varna. Ik vind het trouwens echt een heel mooie kwaliteit van foto's. Ik ben echt heel blij ermee. Het komt van Kruidvat. Ik heb daar niet zo enorm veel voor betaald. Het is nu trouwens 20 voor 10. Ik zou eigenlijk mijn afwas moeten doen. Aangezien ik hem mooi de hele dag kan doen tot 4 uur. Maar ik ga morgen wel pas om 4 uur doen. Voilà, een waterfles gevonden om te vullen.
Ik drink eigenlijk nooit meer uit plastic flessen. Altijd kraantjes water. Moesten jullie ook nog een nieuwe kalender berichtje tonen? Ze ijsje. Deze week doe ik elke dag een handletter dingetje voor mijn fans op TikTok. Gisteren deed ik deze voor Faye. En vandaag heb ik deze gedaan voor Lonneke. Zoals je kunt zien aan mijn outfit heb ik vandaag een workout gedaan. De Fitbit coach workout van 10 minuutjes of zo. Beetje kracht op de. En nu tandjes poetsen, want dat is heel belangrijk. Ook hier in de badkamer heb ik een glas met water klaargezet. Ja. Als ik mijn tanden moet poetsen achterna 8 uur. Ik heb trouwens besloten om morgen op te staan zoals ik normaal probeer op te staan voor mijn werk. Dus om 7:30 uur. Zodat ik nog de afwas kan doen morgenochtend. Ik kan het trouwens niet geloven dat ik nog altijd mijn kamer redelijk proper hou. Mijn bed heb ik opgemaakt deze morgen. Ik ga mijn ruit toedoen, want het begint koud te worden. Eerst deze. Zodat de zomer voorbij is en de dagen wat koeler geworden. Dan doe ik deze terug ook open. S'morgens. En toen, s'avonds. Zorg toch voor iets meer daglicht. In mijn kamer. Heel soms vind ik het zo leuk om naar buiten door mijn rijden te kijken naar wie dat er passeert op straat. En dan voel ik me zo'n creepy stalker, want ik woon niet op de gelijkvloers. En mensen zien dan ook niet direct dat ik naar hen kijk, maar als ze dan door hebben, is het alsof ik gewoon de hele dag zit te gluren naar mensen. Maar ik geloof het, pinky promise, ik sta niet de hele dag enkel en alleen maar naar buiten. Ik ga nu mijn kaarsje aansteken. Het is een pineapple kaars. Vandaag waren de kruidnoten terug in de hemel. Allee, ik weet niet of dat exact van vandaag is, maar ik zag ze vandaag liggen. En ik denk niet dat ze daar al heel lang liggen. Gisteren ben ik begonnen met het boek Afgewezen van Thuis. En nu ga ik even mijn voeten smeren, mijn voetjes af. En morgen... Denk ik, want ik heb nu geen handcrème liggen, denk ik. Dan ga ik mijn handen even wrijven, want ze zijn super droog. Ik weet dat ik kan zien trouwens. Waarom ton ik dan? Ik heb een nieuwe Pokémon! Ik moest nog wat dingen op mijn gsm doen. Dat heb ik nu gedaan. Nu ga ik mijn bril uitdoen en lezen. Of ga ik hem houden? Zodat dat licht ook helpen. Nee. Oké, ik ga hem gewoon uit doen. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende video terug. Doedels!